Shop jij vaak online? Is het drukken op de bestelknop meer regel dan uitzondering? Kom je er later achter dat je eigenlijk genaaid bent door een webwinkel? En gebeurt dit met enige regelmaat? Dan heb ik voor jou een aantal tips die jou hiermee gaan helpen. Tip 1. Als je een webwinkel voor het eerst bezoekt, wat zegt het jou dan? Eerste indruk telt ook bij het bezoeken van een webwinkel. Voelt het niet goed? Heb je moeite met dingen vinden? Staan er spelfouten in of hele rare zinnen? Vermijden. Tip 2. Als er aanbiedingen in staan die eigenlijk te goed om waar te zijn, dan is dat 9 van de 10 keer ook zo. Vermijden. Tip nummer 3. De naam van de webshop. Als dat iets is in de trant van Zaloofy.nl, Markova.nl, Banubi.nl, Carnuva.nl, dan is dat vaak niet betrouwbaar.nl. Vaak zie je ook dat er maar een paar producten in staan. Een Shopify webshop bestaan ze pas een paar weken en hebben ze al duizenden reviews. Vermijden. Tip nummer 4. De wettelijke documentatie in de shop. Die moet er gewoon in staan. Algemene voorwaarden, privacy policy, retourbeleid en een goede klachtenprocedure. Als dat er niet staat, vermijden. Daarnaast ook een goede contactpagina, telefoonnummer, e-mailadres, wanneer zijn ze te bereiken en een goede over ons pagina. Met wie doe je zaken? En als klap op de vuurpijl, tip nummer 5, recensies, beoordelingen, referenties, ervaringen, reviews. Lees ze. De beste tip die ik je kan geven. Als je niet zeker weet hoe een webshop omgaat met zijn klanten, lees de referenties, lees de reviews. Staan ze er niet, dan zul je de voorgaande punten moeten gaan pakken. Recensies, die zijn bovenal het beste middel om een webshop te controleren. Succes!